MOB. Even op die frequentie van Razo. Al die Razo-luisteraars thuis in de BIMS. Blijf gewoon lekker luisteren. Hou het vol. En buiten de BIMS, hè, jongens. En buiten de BIMS, ja. Want we hebben hopelijk toch ook wel wat luisteraars van buiten de Bijlmer. Ook even big up naar Frits. Frits van Eyck, die was hier net de baas van Razo. Die geeft ons gewoon die frequentie. Salto, Ronald, als je luistert. Technicus al daar. Ja, Ronald. Big up. Big up. Jeff hier. Ja, man. We hebben nog een geweldige line-up aan gasten vandaag die bij ons komen aanschuiven. Om iets te vertellen over wat zij doen in de Bijlmer en waarom. En in dat kader is Jeltje van Nuland aangeschoven. Horen we je? Jeltje. Horen we Jeltje? Hallo, ik ben hier. Ja, in de radio. Nu hoor ik jou. Jeltje, voor de mensen die dat niet kunnen zien, die wordt aan weerszijde bijgestaan door twee prachtige dochters. Ja, willen jullie ook even voorstellen? Zeg maar hoe je heet en hoe oud je bent. Ik heet Sarah en ik ben 6 jaar. Ik ben Isho en ik ben 5 jaar. Wauw. Dit zijn de jongste makers ooit op deze radio. Heel erg goed. Zeg, en jullie zijn hier met de hele familie. Ik wil meteen heel even opa Harry feliciteren. Want ik heb net gehoord dat jullie nog een feestje hebben. Strakjes. Willen jullie even een liedje zingen? Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Sada. Schuif even aan bij je zus. Luistert opa Harry? Ik hoop het wel. Dus we krijgen nu een liedje van twee hele trotse kleindochters. Hanky panky Shanghai, hanky panky Shanghai, hanky panky, hanky panky, hanky panky Shanghai. Nou, dat was speciaal voor opa Harry. En ik zei net de hele familie, en dat komt omdat wij ook nog Daryl Deekman hier hebben. Ja, Gerald Deekman. Gerald Deekman, sorry, ik zeg het helemaal verkeerd. Ook wel bekend als minstrel. En die gaat straks ook nog wat liedjes ten gehore brengen. Dus jullie zijn een heel goed gezelschap. Daryl is familie. Ja, hij is de vader van deze kinderen. Hij is mijn... Ja, ik heb het even uitgezocht, Aike. Ja. Hij heeft echt hele mooie familie. Hij heeft echt hele mooie dochtertjes. Ja. Maar Jeltje... Je en ook een hele mooie vrouw. Ja, zeker. Sorry. En Jeltje zit hier niet alleen omdat ze mooi is en mooie dochters heeft. Absoluut. Jeltje is namelijk oprichter van onder andere Wise Kid, Bijlmer en zo. En dat is een jongere redactie en fotoproject Zo Zijn Wij. Kun je iets vertellen, Jeltje, over wat je doet? Ja, nou, ik doe eigenlijk alles uit liefde voor de Bijlmer. En omdat ik vind dat jongeren zelf moeten laten zien in de media... wie ze zijn, in plaats van dat media dingen over hun zegt. Van zo is de Bijlmer. Dan krijg je vaak allemaal negatieve verhalen. Terwijl, zo is het helemaal niet in de Bijlmer. Het is gewoon hoe het is. Er zijn zoveel dingen, zoveel jongeren, zoveel verhalen. Als je bijvoorbeeld wilt zien, net was hier Orfeo. Als je wilt zien hoe strak zijn buik is met blokjes. Dan moet je naar Bijlmer en zo kijken op YouTube. Ja. Fitwit Orfeo. En dan kun je gewoon een workout vinden. Die hebben jongeren zelf gefilmd. En Bijlmer en Zo is een YouTube kanaal, hè? Ja, het is een website. Bijlmerenzo.nl. En het is eigenlijk Bijlmer en Zuidoost. Die jongeren hebben die naam... In 2009 zijn we begonnen. Hebben jongeren die naam zelf bedacht. Want zij wouden eigenlijk de Bijlmer heten. Maar het stadsdeel die zei nee, want we zijn Amsterdam Zuidoost. Toen hebben we gezegd, oké, we zijn Bijlmerenzo.nl. Ja, nice. Ja. En wat doen jullie allemaal? Dus jij geeft eigenlijk jongeren een stem en een camera en een begeleiding, een coaching. Hoe doe je dat? Dat ze zelf media kunnen maken. En sommigen die blijven langer. Shaniqua Vrede is al vanaf het begin erbij. En die zit nu in een traject, mediatraject bij de NOS. En zo willen we ook dat mensen doorgroeien. En sommigen komen even erin. Die gaan leren editen en filmen. En dan gaan ze weer ergens anders naartoe. Maar ja, Bijlmer en Zo is niet het enige wat ik doe. Dan zijn we inderdaad verder gegaan met Zo Zijn Wij. Een fotografieproject. Ja. Daar willen we ook... de schoonheid en de diversiteit van de Bijlmer laten zien door foto's. En bijvoorbeeld Want als je op station Bijlmer komt... Daarmee gaan jullie... jullie maken foto's van... Van mensen in Zuidoost. En die dragen elkaar. Ja, vroeger waren we daarmee begonnen dat ze elkaar dragen. Ja. Jij moest dat nog doen, ja, met Jeffrey, met Sarah. Maar hoe zie je dat dan? Elkaar dragen? Ja.
Kijk, je had toch Wijk Safari Belmer, zo'n theaterstuk. En die gingen elkaar van dragen. Adelheid Rozen. Ja, ja. Ja. En die hadden toen gezegd, oh, we willen graag iets achterlaten in de Belmer. Dus toen hebben wij hun idee meegenomen dat mensen elkaar gingen dragen. Maar jongeren maken zelf die foto's en die hadden daar zo'n gruwelijke hekel aan dat iedereen elkaar moet dragen. En sommige mensen willen dat niet. Jeffrey kijkt gepijnigd en getraumatiseerd nu het hierover gaat. Maar het gaat dus over een andere vorm van foto's. Dus niet dat iemand zegt, hey, zo moet je het doen. Maar hier heb je een camera, hoe wil jij het doen? Ja, nou, die jongeren die maken zelf foto's. En tegenwoordig hoeft het niet meer alleen dragen te zijn. Want dat is ook wel een beetje blij. En nu mag je gewoon zijn hoe je bent en hoe je op de foto wil. Maar het heet in ieder geval Zo zijn wij punt Amsterdam. En die foto's die komen ook op de schermen bij station Belmer en de Arena Boulevard. Op die grote schermen. En natuurlijk op de website Zo zijn wij punt Amsterdam. En op social media. En nu op dit moment, stel dat je zegt, ik ben een fotograaf of ik ben nog geen fotograaf, maar ik wil dat mijn foto's ook bij station Belmer op het scherm komen. Check dan even Zo zijn wij punt Amsterdam. Ja. Dan kun je gastfotograaf worden. En dan zetten wij de mooiste foto's die we binnenkrijgen op het scherm bij station Belmer en de Arena Boulevard en super online. Dus eigenlijk ben je een soort kanaal, om het zo te zeggen. Je bent iemand die het mogelijk maakt voor mensen om dat talent te benutten en ook verder te ontwikkelen. Ja, klopt. En dat heet dus In The Picture Festival. Ja, dat doe Kun je ik daar ook? Iets over zeggen? Want dat is weer iets anders. Ja, dat is weer wat anders. Achter jou, Jeltje, op het scherm voor de mensen die hier in Sociëteit Sexyland zijn, die kunnen dat zien. Er staat een hele mooie foto. Ja, het ziet eruit als een soort theaterscène. Hele mooie foto. Kun je iets vertellen? Nou, misschien moeten we aan het eerste jingle die erbij hoort luisteren. Want dan horen jullie meteen wat het is van In The Picture Festival. In The Picture Festival! Van 16 tot 19 maart claimen meer dan 400 artiesten het podium van het Belmer Park Theater. Met een mix van muziek, dans, theater, comedy, poetry en beeldende kunst bewijst het In The Picture Festival dat Amsterdam Zuidoost bruist van het talent. Met Untold, Soltres, Wiko Nawang, BFAB, ILD, Black Music Legends en nog heel veel meer. Check het programma en bestel je tickets op www.belmerparktheater.nl. In The Picture Festival! Boom! Deze radio jingle is ook gemaakt door jongeren zelf. Ja. Die hebben zelf die beat gemaakt en het ingesproken. Want ik doe nu de promotie van het In The Picture Festival. Dat is al voor het 14e jaar dat het In The Picture Festival bestaat. Om eigenlijk non-professional en semi-professional talentvolle jongeren een podium te geven. En waar is dat? Nou, nu is het in het Belmer Park Theater. Vanaf 16 maart. Vanaf 16 maart tot 19 maart. En je hebt echt verschillende avonden. Op de openingsavond staan echt de highlights uit Zuidoost. Ja. De bekende, gerenommeerde theatermakers en muzikanten. Ja. Kun je er wat noemen misschien? Ja. Is dat leuk? Untold. Tuurlijk. Ja, die staat er. En Blokland. Even denken, hoe Dorothy Blokland. Ja. En de volgende dag staat ook Soul Trash er. Dat zijn de hip-hop grote prijs van Nederland winnaars. Ja. Van dit jaar, Van dit jaar. Ja. Van de hip-hop. Absoluut. En nou, verder heb je dan op die vrijdag heel veel jonge talenten die overal in Zuidoost bekend zijn. En die krijgen dan een platform. En dan op zaterdag heb je een internationale dansavond. Dan staan alleen maar dansgezelschappen op de vloer. Ja. En ook Ace uit Engeland. Ace. Ace. En bijvoorbeeld die mensen die jullie hier op het scherm zien, maar de luisteraars niet. Maar dat heb je misschien wel gezien, het campagnebeeld. Want die zit overal hangen posters in Zuidoost. Dat is dan een gezelschap, die maken theater over vuur, aarde, water en lucht. De vier elementen. Ja. En dat is ook een dansvoorstelling. Cool. Ja. En dan op zondag kun je met je hele familie gaan. Kinderen, opa's, oma's. Dan is er de opa family. Harry is opa Harry zelf. Ja, en mijn kinderen dan natuurlijk mee. Ook. Ja, heel goed. Dan laten alle kinderen hun danskwaliteiten zien. Afrodance. En dan heb je nog de Black Music Legends.
Ja. Die zingen dan nummers van Bob Marley en van allerlei. Het klinkt als een heel vol en een prachtig programma. Ja, er is zelfs nog meer theater, workshops, waar dance, kunnen we wat seminars vinden hierover? Belmerparktheater.nl. Daar vind je ook kaartjes? Ja, daar kun je ook de tickets kopen. Het is helemaal niet duur, hoor. Het is €5 tot €8,50 tot gratis. En mensen met een stadspas kunnen al voor €2 voorstelling komen. Dit klinkt dus hartstikke goed nieuws. Ja. En het is echt een heel professioneel en mooi festival. Wat echt de parels van Zuidoost laat zien. En als je daar zit in die zaal, dan voel je gewoon die energie. En je ziet hoe mooi het is. En dan denk je, dit moet niet alleen in de Bijlmer blijven. Ja, dus jullie gaan naar buiten. Nou ja, dan krijgen ze een podium en dan kunnen ze weer gezien worden door mensen. En bijvoorbeeld een tolk die reist al door het hele land. Ja, inderdaad. En internationaal ook, toch? Schouwburg. Ja. Ja, super. Ja, dus het is een heel mooi festival. Waar je zeker geweest moet zijn. Of je nou uit de Bijlmer komt of van buiten. Voor iedereen is het interessant. In de Picture Festival 16 tot 19 maart. In Bijlmer Park Theater. En misschien, want kunnen jullie nog een liedje draaien van Soul Trash? Dat hadden jullie net. Het zijn die Damsko-takkies, denk ik, die eraan komen. Hè? We spelen wel meer Soul Trash. We zijn een groot fan hier. Big op Soul Trash. Ze komen vanavond of een aantal komen vanavond. LJ Crazy komt daar wat over vertellen. Laten we even lekker luisteren. Soul Trash. Wil je winnen als je blijft flexen met die losers? Slaap niet op een nikker, kom je catch een Freddy Krueger. Maak die rappers boos wanneer ik door de zie manoeuvres. Ze zijn niet ready voor dit, om mijn hitjes in de koelen. Bitches om te kiezen, ey, bitches om te juicen. Hit de doggy style en ze noemen Scooby-Doo. Voor een ritje op mijn stick kan je me bellen als een Uber. Want ik heet het met precisie, ik maak die knoppen gevoelig. Vind het niet zo leuk wanneer ik zeg dat ik moet moven. Hit that run baby, ik heb geen tijd om te kroelen. Navigatie onderweg naar al mijn doelen. Als je komt waar wij vandaan komen, weet je wat we bedoelen. Zijn die Damsko-takkies, je krijgt een harde zakking. Als ik je omslaat, zakken nikken, kom mij niet. Dus als je die kans gaat pakken, dan luister nou wat niggas rappen, maar ze geloven never. Jij overdrecht les jezelf, maar dat is omdat je slecht bent geloven. Ze zijn niet ready. Dit gaat niet over de adlib of wie het hardst kan flexen. Dit is madness, zet die beat aan en ik laat niggas echt zien. Het meer op te maken met wat nu hard is in de rap zien. Abnormaal is die tempo, ja voor jou is hier werk niet. Het is niet erg, jee. Maar doe niet één, maar was je over 2 jaar. Zie van wat klemmen, alle cake, bro, is oké, okay, doch. Workflow, letterlijk workflow. Zet turbo, ik turn up en comfy met die furkel. Gaat er verder. Ik heb idolen als Ferdo en Nelly en Furtado. Dit is de curver in de studio. Alsjeblieft, niet rijmen opnieuw, flow. Overdrijven ook een fucking mannen pakken studie, doch. Lucratief, elke kans nu, dus we move up. Boos, hoe dat ook. Amtjes, appen, maar sofa, doe niet zo. Ey, zet die Damsko-takkies, je krijgt een hartverzakking als ik je arms laat zakken. Nigga, kom mij niet testen. Als je die kans gaat pakken, dan laat ik jou daarachter met mijn verstand. Snap je?